Vandaag is het vooruitslag dag 4. Vandaag is het 10 juli. En vandaag ga ik afspreken met Lien van Live Like Lien. Yeah! Zij woont eigenlijk in Canada, maar zij is wel een Belgische. En zij is nu bijna hele zomervakantie eigenlijk in België. Dus moesten we natuurlijk wel eens afspreken. Het is weer al 11:30, maar dat gaat volgens mij vanaf nu altijd officieel mijn startuur beginnen, denk ik. Maar ik ga nu even een koffiekoek eten beneden, buiten, want het is goed weer. En ik heb ook een rokje aan. Dit is zo'n een rokje van de America Today. En dan heb ik een wit blouseje daarbij aan. En ik ga nu een koffiekoek eten beneden. En mijn vrouw meenemen. En ja, dan ga ik wachten totdat Lien komt en terwijl nog denk ik een video bewerken of zo. En ja, ik zie jullie straks alweer. Hey iedereen, het is nu 1:30 en Lien is hier nog steeds niet. Maar dat komt om, ja, ze heeft juist naar mij gebeld om te zeggen dat ze nog moest vertrekken. En dat is toch nog zeker wel 50 minuutjes rijden ongeveer. Maar dat was denk ik al iets van een half uurtje geleden of zo. En ze ging er tussen 2:30, 3 zijn. Maar ja, dan hebben we nog tijd genoeg om dingen te doen die we wouden doen. En ik ga nu even een video opnemen, namelijk de unboxing van het pakketje dat ik gewonnen heb bij Life is Nook. Dat heb ik nog steeds niet gedaan, maar dat komt echt toch pas volgende week online. Dus hou zeker mijn kanaal dan in doog volgende week. En ik ga denk ik zelfs ook nog een boterham of zo'n yoghurtje eten, want ik heb daar juist wel een koffiekoek gegeten, maar dat was niet echt genoeg. Maar ik moet dus nu eerst uit die doos nog washi-tape gaan zoeken, want ja, ik film op dat pakketje staat mijn naam en mijn adres en zo. Dus dat ga ik even afplakken met washi-tape, zodat dat niet herkenbaar is. Dus dat ga ik nu doen en tot straks. Oké, heb ik dat denk ik al wel eens uitgelegd, dat wij hier zo een soort van turnzaal hebben. Even kijken dat ik gefocust ben. Ja, dat wij hier zo'n soort van turnzaal-achtig ding hebben. En hier bewaren wij nu even al onze dozen, al ons verhuisgerief, echt superveel. En ik moet dus nu een doos gaan zoeken, hier is ze, waar ik mijn washi-tape heb ingestoken. Dus wens me geluk, want ik moet eerst al die doos daar afdoen. En ik ben hier bij Lien! En dan ligt het daar, maar ik wou niet in beeld. En eindelijk, want ik ben ze gaan zoeken. Ik stond eerst aan het verkeerde geel-wit kruis. En we gaan nu een video opnemen van het zakgerief. Een klapvideo. En dan gaan we ijsje eten. Dan gaan we winkelen. Allemaal vloggen. Of gaan we even nog kijken. Hè? Ja, maar ik ga zelfs wel vloggen met dit cameraatje, want you know why. Ja, en ik ga vloggen met mijn iPod, want daar volg ik altijd mee. Doei! We staan bij de Hema. Ja! En we hebben net wat lipsticks geprobeerd en zo. Paars. En Sam is niet aan het passen. Dus we gaan nog wat voortdoen. En ja. Oké, we zijn nu even terug onderweg naar mijn huis. Want we waren eerst al terug naar de parking, maar we moeten toch nog naar mijn huis, want daar liggen nog dingen. Het is problem. Hey iedereen, ik ben nu terug van het winkelen en het was echt heel erg leuk. Samen met Lien en haar nichtje Sam. Het was echt super, super leuk. Het was kort, maar toch erg leuk. En ja, het is nu 4:50 en ze moest om 5:00 eigenlijk terug op de parking zijn, waar dat ze met hun oma en opa denk ik hadden afgesproken, dus ik heb hen nog even terug naar daar gedaan. We hebben ook een swap video gemaakt, want we hebben een swap gedaan en die komt ook volgende week online wegens de verhuisvlogs. Dus dat zullen jullie ondertussen al wel weten. En ik ga nu vandaag ook niks meer doen, gewoon denk ik video editen en misschien al inplannen voor volgende week dat die automatisch online komt. En ik ga nu een beetje de producten die ik gekregen heb wat uitproberen. Als je wilt zien wat ik gekregen heb, kijk dan volgende week. Dus vergeet dan ook zeker niet te abonneren. En ja, ik ga die nu even uitproberen, maar ik moet ze eerst terug uit de doos halen. Daar in die verhuisdoos, want ik heb ze daar al ingestoken. En dan ga ik dat even in de badkamer doen, want daar liggen nog een chiming doen. Hey iedereen, het is nu iets van bijna 7 uur, denk ik. Ja, het is bijna 7 uur. En ik heb nu ja, gedaan met eten. We hebben al tamelijk laat gegeten. En ik heb net ook nog even de producten van Goed Bekeken die ik nu eigenlijk gekregen had van Lien. En die zijn echt super leuk. Ik ben het meest enthousiast. En dat is al een beetje een sneak peek over deze EOS Hand Lotion. Die is echt
zo goed. En mijn handen ruiken super lekker en zijn echt onmiddellijk super, super zacht. Daar ben ik echt zo blij mee. En ik denk als papa nog eens naar Amerika gaat, dat ik ga vragen dat hij die twee anderen ook wilt meebrengen. Want ik ben er echt super enthousiast over. En de rest van de producten ben ik ook echt heel erg blij mee. Ik ga de vlog bij deze ook al afsluiten, omdat ik vandaag echt niks meer ga doen. En ik ben ook erg moe. Ik weet niet waarom, maar ik ben gewoon moe van daar straks zoveel te wandelen en zo. En ik hoop dat jullie deze vlog weer leuk vonden. Vergeet zeker een duimpje omhoog te geven, te abonneren hier beneden, want het is volledig gratis. En te reageren. En dan zie ik jullie morgen weer. Dag!